1, 2, 3. Ilse Carpe van Salon de Autonome. Jullie zijn hier bij Amsterdam Outsider Art. Vertel eens, hoe is dit allemaal begonnen? Wij zijn ongeveer 9 maanden geleden begonnen. Ik had een groepje bevriende kunstenaars benaderd om te vragen of ik ze mocht vertegenwoordigen, want ik vond dat ze meer zichtbaarheid nodig hadden. En ik was met name geïnspireerd geraakt door een tentoonstelling hier naast Amsterdam Outsider Art in de Hermitage, waar toen de tentoonstelling was van de impressionisten, waar heel veel aandacht werd besteed aan de Salon de Refusée. En wat mij zo aansprak was dat zij natuurlijk, het was de salon voor de geweigerden. En zij hadden toch echt wel een soort van revolutie ontketend in de kunst destijds. En ik vond dat er te weinig revolutie op dit moment in de kunstwereld is, met name in Nederland. Want ja, daar kan ik wel echt over praten. En deze kunstenaars, daar had ik het idee bij dat zij ook datzelfde denkbeeld hebben als wat ik daarover heb. En ze zeiden volmondig ja. Zo. Kan je misschien ons de kunstenaars voorstellen? Jazeker. Deel uitmaken van de salon. Dit is Ivo Hendricks. En nou ja, de grootste werken hangen daarachter. En daar aan de muur. Deze achter jou. Oh, en hier. Dit is een portret wat hij van mij heeft gemaakt. Meanwhile in the Bank of France. Maar, dus dat is, dit is Bruno Filho, van origine uit Brazilië. En dat herken je ook absoluut terug in zijn werken. Er zit heel veel samba in. Bert Verma. Hij maakt zelfportretten. Maar dan niet van zijn buitenkant, maar van zijn binnenkant. Ongelooflijk interessant. En dan hebben we Henry Blommers, de fotograaf. Een autonome fotograaf. Die ook portretten maakt, maar ook landschappen. En steeds weer opnieuw projecten verzint. Wat willen jullie beogen met deze salon? Nou, waar ik heel erg tegen aanliep, was dat ik het ongelooflijk, wat me heel erg ging irriteren, was affordable art. Ik zie dan ieder jaar nu weer de affordable art fair terugkomen. En daar verbaas ik me over, want kunst is geen product. En wie bepaalt wat de prijs van een schilderij moet zijn of van een sculptuur? Dat bepaalt, moet de kunstenaar zelf kunnen bepalen. Maar de markt is dusdanig verziekt en het is puur een marketing truc wat hier toegepast wordt. Omdat het dan voor zo'n breed mogelijk publiek toegankelijk gemaakt moet worden. Maar ik denk van, daar hebben we prachtige musea voor, wat je kunt bezoeken. Om daarmee met kunst in aanraking te komen. Ik vind dat het de verkeerde kant op is gegaan. Dat de kunsthandel echt verziekt is. En wat wij met de salon willen bereiken is dus een tegenbeweging richting affordable art. En ik wil niet zeggen dat wij unaffordable zijn, maar wij gooien onszelf niet in de uitverkoop of in de bonus. En wij gaan niet ons laten voorschrijven hoe groot een schilderij moet zijn, omdat het dan beter verkoopt. Of in welke oplages, et cetera. Daarom heten wij ook Salon de Autonoom. Wij zijn autonoom en wij bepalen helemaal zelf hoe wij het doen. En hoe wordt dat opgepakt tot nu toe? En door wie? Het wordt in die zin opgepakt dat eigenlijk daardoor de tegenbeweging die wij willen zijn voor affordable art, daarmee is ook het idee ontstaan voor de Dag van de Kunstenaar. Omdat als je dan iets wil doen voor een kunstenaar, ga dan een pannetje soep brengen of bak een appeltaart of organiseer als buurtbewoners workshops met de kunstenaar waar hij een beetje geld mee kan verdienen. Scholen daarin betrekken, musea erin betrekken. Zorg dat op 25 mei, want dat is namelijk de Dag van de Kunstenaar geworden sinds gisteren. Daar hadden we de eerste editie. Zorg dat het 25 mei de musea in ieder geval gratis toegankelijk zijn voor het publiek. En
Dus dat is eigenlijk een beetje wat we hebben gekoppeld ook aan het affordable, het anti-affordable art. Daar moet iets tegenover staan en dat is de dag van de kunstenaar. En koop dan inderdaad een werkje, maar ga zelf naar de kunstenaar toe en ga met hem daarover praten. En laat je niet door een marketingtruc verleiden, want je wordt daar ongelooflijk verdrietig van als je ziet hoe daar op internet ook mee om wordt gegaan met artikelnummers en producten. Zo kun je niet over kunst praten. Het is geen product en het heeft geen artikelnummer. Het is iets waar een persoon een hele lange weg vooraf is gegaan om datgene te maken wat je op dat moment ziet. En dat is niet iets wat uit de fabriek komt rollen. En zo mag je er ook niet mee omgaan. Ik vind het respectloos. Ja. Wat willen jullie nu in de toekomst gaan doen met deze salon? Is het er eenmalig iets? Of gaan jullie verder? Nee, ik hoop het niet. We zijn natuurlijk, gisteren hebben we de officiële opening gehad. En hebben we ook een hele bekende kunstenaar geëerd. Omdat wij vonden dat hij het heel erg verdient met de lange weg die hij is gegaan. En dat hij echt een kunstenaar in hart en nieren is. Want door omstandigheden heeft hij 9 jaar geleden zichzelf met links moeten leren schilderen. Terwijl hij rechtshandig was. En dat is Aad Veldhoen. En je ziet hier ook 3 werken van hem hangen. En hij is degene waarvan wij vonden dat hij op de allereerste editie van de Dag van de Kunstenaar geëerd moest worden. Omdat hij ook, zeg maar, dat anarchistische in zich heeft, wat de Salon de Autonoom ook in zich heeft. Hij is ook benoemd tot erelid van de Salon de Autonoom. En wat wij, ik hoop dat deze tentoonstelling, dat ik daar een reizende tentoonstelling van kan maken. Ook met de werken van Aad. En ook wat we heel graag willen doen, is dat bij nieuwe tentoonstellingen, dat er iedere keer een kunstenaar te gast is. Mensen die het interessant vinden om onderdeel uit te maken van de salon mogen zich aanmelden. Maar dit is de harde kern. En als één van deze harde kern zegt van nee, sorry, dat zie ik niet zitten, dan gebeurt dat ook niet. Nee. Een strenge ballotage. Een hele strenge ballotage, ja, absoluut. Maar dat komt ook omdat wij er met zoveel liefde en de energie die wij voelen met elkaar, dat is zo sterk. Wat wij eigenlijk nu al binnen 9 maanden hebben bereikt, is ongelooflijk. Ja. Eigenlijk ook al de aandacht die we hebben gekregen in de media en het aantal bezoekers van gisteren. Ik bedoel, dan doe je de allereerste keer een tentoonstelling als Salon de Autonoom. Er waren meer dan 300 mensen. Ja, ja, ongelooflijk. 500, hè, Bert? Ja. 500. Dat is waanzinnig. Ja. En dit is ook iets wat we voort moeten zetten. En ook met deze hele gedachtegang. Wij zijn autonoom. Althans, ik ben dan niet de kunstenaar. Maar ik probeer zoveel mogelijk voor hun te kunnen doen. Zij zijn autonoom. Ze doen het zonder subsidie, zonder enige steun of wat dan ook. En ja, daar pleiten wij ook voor. En ja, hopelijk kunnen mensen daar ons ook in steunen. Wat je kunt doen, is namelijk je ruimte beschikbaar stellen. En dat wij het werk mogen laten zien. Ja. Het belangrijkste doel van de Salon de Autonoom is zichtbaarheid. Omdat het zonde is dat het anders verstoft in het atelier. En je maakt het voor jezelf, maar je maakt het ook voor anderen. Het is natuurlijk heel fijn om een bepaalde emotie los te krijgen van de beschouwer. Ja.